Ik heb een vader nog bekend. Ze kocht een zoek hout voor een cent. Ik zag mijn moeder staartjes springen. Uit oktober voelden we het al aan. Sonneveld, de musical, zou een succes worden. Ze doen vanavond zelfs mee aan een speciale hommage aan de grote cabaretier van Radio 5 Nostalgia. En hebben we ook de kans om even de cast nog te spreken over hoe het ze vergaat met hun prachtige musical. Doe het liefst maar dan, dan zal ik je eens even laten zien wat ik kan. Ach, ik denk dat het allemaal illusie is, want er is no business like showbiz. En het was een kees, een westige leven, dan dat het nooit uit zou gaan. Een paar maanden na de première, hoe gaat het met de voorstelling, Cindy? Uitstekend! Ja. Nou ja, wij mogen echt niet klagen. We hebben A, volle zalen, B, al 2 maanden verlenging en C, gemiddeld zo'n 700 kopjes die elke avond meedijnen met ons. Dus we hebben een ontzettende mooie tour hebben we. Godje, maar Godje, uit Madurodam. Hoe gevuld zijn de zalen? Vol. Ja. Ongekend. We zijn echt verwend. Ja. En het lijkt wel. Het leuke is, wat je bijna niet meer merkt of meemaakt, is dat de mensen op de avond zelf toch nog naar het theater lopen om te kijken of er misschien nog een kaartje is. Toen heb ik jou, Josephine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een lellebel. Vandaag een hommage in Carré. Thomas, ben jij niet uitgehommageerd wat Sonneveld betreft? Wat Sonneveld betreft? Ja? Nee, ik ben nog helemaal niet uitgehommageerd wat Sonneveld betreft. Ik vond het een hele bijzondere avond, omdat we staan hier in Carré met de voorstelling. Maar dan heb je toch een soort van, ik kijk niet de zaal in, want het mag niet, het is een vierde wand. Maar hier moesten we gewoon echt zo staan en dat lied brengen. En dan sta je toch in één keer gewoon een lied echt te performen. En dat is iets heel anders dan in de voorstelling. Dus ik heb er heel erg van genoten dat ik gewoon voor een vol Carré, ja, 5 nummers mocht zingen. Ik vond het te gek. Zij kon het lonken niet laten. Zij lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. 40 jaar na zijn sterfdatum. Zijn contemporaine fans, die zijn er bijna niet meer. Wat zie jij voor publiek in de zaal? Grijs publiek vooral wel. Dus gewoon wel echt 60 plus. Maar daar is de voorstelling ook echt wel voor bedoeld. Ook voor de jongere generatie. En die komen af en toe ook wel. Maar we zien vooral wel gewoon de 60 plussers die het zo herkenbaar vinden dat ze wat zin in zijn meedijnen en meezingen. En heel erg geraakt worden door de voorstelling. Dus wat wij vooral zien is, no matter welke leeftijd, een heel lief, aandachtig publiek. Ja, wat het omarmt. Dat is vooral heel leuk. Ik ben dan nu 50, maar ik was ook naar de voorstelling gegaan. Ja. En dan zou ik ook zeggen van, ik neem of een goede vriendin of mijn kinderen mee. Mijn ouders leven niet meer, maar anders zaten we hier waarschijnlijk met 8 man op een rij te kijken. Cindy, dat is wel eens wat anders dan het publiek van Fame. Maar dat is echt. Daddy Cool niet, maar goed. Nou, dat had geen publiek. Hey, heb ik het over Mallorca. Jammer genoeg. Dit is heel anders publiek. Wat met die grote commerciële shows, dan, ja, worden wij bijna overladen door een heel energie uit de zaal. En dit is een hele andere energie die veel zachter is en wat liever. En ja, dus het is wel een hele andere beleving, ja, ja, absoluut. Deze gouden plaat, kan je zeggen, is een gouden kroon op jouw hoofd. Lieve Tony! Ja. Mag ik je feliciteren met alweer een verrassing? Ja. Naast het hoedje heb je nu een gouden LP. Ja, het houdt niet op. Niet vanzelf. Ja. Weet je dat je in staat bent geweest om nu Chris van Miss Saigon voor altijd van je af te schudden? Nu word je vereenzelvigd met Sonneveld. Ja, maar ik vond dat als mensen mij beschuldigden van Chris, vond ik ook nooit erg. Nee hoor, nee, ik zal het onthouden. Nee, het is alleen maar leuk. Ik ben zo blij dat ik een tweede kans heb gekregen om weer te pieken, zeg maar. En
Ja, het is gelukt. Dat is toch fantastisch? Ja. Ik ben heel erg blij mee. Ja. Laat er dan maar een derde keer komen. Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pompervoer. Een zandweg tussen corridoren. Het vee, de boerderijen. En prachtig compliment gekregen van Jacques d'Ancona. Die is pas geweest weer in Delfzijl. Is ook de dag na de première in Harderwijk geweest. Dus de hele lange tijd niet gezien. En hij was verbaasd over hoe scherp we nog steeds zijn. Dat we niet lui worden. Dat we niet schmieren. Dat we gewoon nog steeds het verhaal willen vertellen. En dat het inmiddels veel mooier en vloeiender overloopt. Nou, dat is het beste compliment wat je kan krijgen van iemand die echt de verstand van heeft. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Waar halen jullie die energie midterm vandaan? Ik denk dat dat komt omdat we elke avond voor zo'n enorm enthousiaste mensen optreden. En dankbare mensen. Ik moet wel zeggen, er komen inmiddels al heel veel jonge mensen. Die nemen opa, oma of papa, mama mee. Komen ook al naar de show. Maar het is toch eigenlijk gemaakt. De mensen die het meest aanspreken, dat zijn de mensen die Wim Sonneveld hebben meegemaakt. En die zijn zo ontzettend dankbaar. Zo verschrikkelijk. Ik heb mijn vaders nog bekend. Ze kochten zo'n goud voor een cent. Ik zag mijn moeder staartjes vliegen. Dat dorp van toen is voorbij. En dit is al wat rest voor mij. En dan zit het herinneringen. Wij komen vast nog even kijken. Tot wanneer hebben wij? Tot mijn verjaardag, 25 april. Alvast gefeliciteerd. Ja, eindigen waar we begonnen zijn in Utrecht, zijn geboorteplaats. Ja. Maar er zijn nog heel veel plaatsen in Nederland waar we nog komen. Maar ik geloof wel dat de mensen moeten opschieten met kaartjes kopen. Want dat gaat echt als een tierenlier. Dat het voorgoed voorbij zou gaan.